Ja, voor mij is het de gewoonste zaak in de wereld dat ik dit zo heel makkelijk open kan maken. Maar dat geldt niet voor alle mensen. Er zijn mensen die hebben helemaal geen kracht meer in hun handen. En dan is zelfs een pot pindakaas een enorme uitdaging. Maar daar zijn oplossingen voor. De Iron Hand is een handschoen, eigenlijk een hele compacte, subtiele handschoen, waarmee we proberen mensen die een verslechterde handfunctie hebben, dan wel door ouderdom, dan wel door een beroerte, reuma, artrose, dat soort dingen, te helpen ondersteunen in het dagelijks leven. Dus dat je een draagbaar systeem hebt, wat je in principe mee naar huis kunt nemen of naar je werk, en aan kunt trekken tijdens het uitvoeren van allerlei dagelijkse handelingen. Ik ga naar een pot. Oh ja, wow! Oh, ik ben opeens Iron Man geworden, want ik voel dat hij echt... Oh, wow, dit is weird. Ik voel gewoon dat ik aangeef met deze hand hoe hard ik moet knijpen. En het is niet een klein beetje wat hij extra kracht geeft. Hij geeft echt serieus kracht. We hebben mensen, eindgebruikers, ook gevraagd van goh, waar hebben jullie nou last van en waar moet zo'n technologie aan voldoen? Dan hoor je bijvoorbeeld hele praktische dingen zoals het uitwringen van een keukendoekje, of het openmaken van een pot, of het tillen van een kan met water of een kan met koffie. Dat soort hele simpele dingen en zoiets uit een kastje pakken. Nou ja, dat is alweer wat zwaarder dan wanneer je het op tafel pakt bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waar mensen tegenaan lopen. Dat ze zeggen van, ja, dat had ik vroeger, kon ik dat gewoon met één hand. En nu lukt me dat niet meer of het doet me pijn. Of ik gebruik er twee handen voor. Ik durf te wedden dat als ik dit met een ei doe, dat ik hem zo kapot knijp. Want dat doet hij niet. Nee? Nee, ik knijp hem niet kapot. Hij geeft alleen de kracht bij die nodig is. Zo kan je met een gezonde hand ook niet makkelijk een ijsstuk krijgen. Maar waarschijnlijk zo wel. Maar ik ben bang dat ik dan dat hele ding vervuil. Ik hou wel in ieder geval zo vast. Moeilijk uit te leggen, maar je stuurt het zelf aan. En dat komt door sensoren in die vingers. Drukgevoelige sensoren. En die weten hoe hard ik druk. En die motortjes passen dan die trekkracht, of hoe je het ook moet noemen, aan. Ja, zo'n zacht exoskelet zoals deze Iron Hand is heel indrukwekkend. En ja, ik voorzie gewoon in de toekomst dat je zoiets gewoon draagt, zelfs al ben je niet ziek. Misschien wil je golven of heb je een sport waarbij je handen vermoeid raken. Of ja, help je rug. Ik heb bijvoorbeeld rugklachten. Of je hebt een knie die niet fijn is. Ik zie hem helemaal zitten. En me even hard knijpen.